voor een 10. Ik moet rustig zijn. Akinator is nog aan het slapen. Dus deze keer is degene die hij raadt. Degene over wie hij droomt. Dus we kunnen hem een droom of een nachtmerrie geven. Laten we beginnen met de nachtmerrie. Ik denk aan de gele Huggy Wuggy. Ik weet niet hoe die heet, maar het zou nieuw Poppy Playtime speelgoed zijn. Is die blauw? Nee. Is het een meisje? Nee. Te maken met Roblox? Nee. Het is zo bizar. Hij slaapt. En hij kan nog raden aan wie ik denk. Five Nights at Freddy's? Nee. Draagt die kleren? Nee. Het is speelgoed. Heeft die benen? Ja. Is het speelgoed? Ja. Is die geel? Ja. Is het een baby? Nee. Is het een konijn? Het is geen Banzo. Heeft hij een staart? Dat zou kunnen. Maar Huggy Wuggy heeft dat niet, dus waarschijnlijk deze ook niet. Is het een monster? Ja. Ik heb hem nog nooit gezien. Ik hoorde alleen dat hij er was. Heeft hij een vacht? Ja. Heeft hij een gele huid? Ja. Heeft hij dierenoren? Hij heeft geen oren, dus nee. Heeft hij iets te maken met spinnen? Oké, nu wordt het interessant. In chapter 1 is Huggy Wuggy naar beneden gevallen. En in chapter 2 kwam die dus ook niet voor. Geruchten gaan dat Mommy Longlegs Huggy Wuggy zo miste dat ze een nieuwe variant heeft gemaakt. En geel is de lievelingskleur van Mommy Longlegs, dus dat is de kleur waarvoor ze heeft gekozen. Lang verhaal kort, het heeft te maken met spinnen. Te maken met de kleur rood? Nee. Is die groen? Hij is geel. Oh, snap. Wacht eens even. Huggy Wuggy. Ben je serieus? Mommy Longlegs. Als je dan een nieuw karakter maakt, wissel dan niet alleen de naam om, maar creëer een nieuwe naam. Oké, Huggy Wuggy in plaats van Huggy Wuggy. En oh, Akinator kijkt er een beetje bang bij. Waarschijnlijk heeft hij nu een nachtmerrie hierdoor. Oké, laten we aan iets leuks denken voor hem. Zijn vriendin. Is je karakter blauw? Nee. Is het groen? Nee. Te maken met Five Nights at Freddy's? Nee. Roblox ook niet. Is het een meisje? Ja. Te maken met spinnen? Nee. Draagt ze kleren? Ja. Is het speelgoed? Nee. Is ze gemeen? Nee. Een horrorgame? Ook niet. Van een game? Nee. Is ze echt? Nee. Een dier? Ook niet. Van Disney? Nee. Een tv-serie? Nee. Je merkt dat hij slaapt. Hij is een beetje traag vandaag. Van een film? Nee. Is het een meisje? Ja. Van een boek? Nee. Te maken met Akinator? Ja. Is er familie van Akinator? Wacht eens even. Heeft Akinator eigenlijk familie? Ik heb ooit gehoord een broer volgens mij. Moeten we daar de volgende keer naar op zoek gaan? Laat dan jij in de comments achter. Maar nee, geen familie. Bestaat je karakter echt? Nee. Oké, zijn vriendin en hij kijkt er blij bij. Maar nu is het tijd om hem wakker te maken. Akinator! Nice. Hij kijkt een beetje boos. Ochtendhumeurtje. Blue uit Rainbow Friends. Zou zijn gemaakt door rood. Wat als je blauw en rood samenvoegt? Een nieuwe Rainbow Friend? Is je karakter blauw? Gedeeltelijk. Met lange tanden? Volgens mij niet. Doet die andere mensen na? Nee. Te maken met Roblox? Zeker. Heeft die blauwe benen? Zeker. Hij denkt aan Blue. Dat is niet goed. We zijn op zoek naar Blue, inderdaad. Maar ook naar rood. Ik wil zien wat die twee samen zijn. Heeft hij een dierenhoofd? Nee. Is die blauw? Ook. Draagt hij een hoed? Een kroon? Te maken met spinnen? Nee. Van een horrorgame? Ja. Is je karakter rood? Oh, daar gaan we. Ja. Oh, snap. Het is letterlijk blauw met de ogen van rood en de kleren van rood. Het is verwarrend, oké? Maar het is wel cool. Oh, snap. Het Poppy Playtime speelgoed is speelgoed. Alleen tot nu toe zochten we alleen naar de levende variant. Wat als we nu letterlijk naar het speelgoed zoeken? Is het groen? Weet je, ja. Groen Poppy Playtime speelgoed. Te maken met Roblox? Nee. Five Nights at Freddy's ook niet. Van een horrorgame? Zeg dat wel. Is het een meisje? Nee. Is die groen? Dat zei ik net al. Is het een robot? Het is speelgoed. Is het speelgoed? Ja! Is het geel? Nee, het is groen. Heeft hij een beroemde familie? Nou ja, een groene Huggy Wuggy is waarschijnlijk familie van de blauwe, de gele en de andere kleuren. Dus ja, is die rood? Hij is groen. Is die duister? Hij is duister. Te maken met McDonald's? Het is geen hamburger. Is het een bloem? Nee, het is geen Daisy. De groene Huggy Wuggy. Oh, snap! We hebben hem gevonden. Hé, dat is best cool. Het is Huggy Wuggy, maar dan groen. Dat is eigenlijk gewoon een plant. Mommy Longlegs is altijd roze. Altijd maar roze. Laat je lievelingskleur in de comments weten. En misschien gaan we die de volgende keer toepassen. Maar nu eerst een gele Mommy Longlegs. Heeft ze te maken met Roblox? Nee. Five Nights at Freddy's ook niet. Is ze blauw? Ze is geel. Is het een meisje? Dat wel. Te maken met spinnen? Dat nog steeds. Is het een DJ? Hey, dat zou op zich best chill zijn. DJ's moeten toch vaak overal zo aandraaien en zo. Mommy Longlegs heeft lange arm. Die kan overal bij. Maar het is geen DJ. Heeft ze roze haar? Nou ja, normaal dus wel, maar nu dus niet. Is ze roze? Normaal dus wel, maar nu dus niet. Is ze geel? Normaal dus niet, maar nu dus wel. Is het een baby? Het is geen baby Longlegs. Is het een kat? Nee. Is het een konijn? Het is geen Banzo Bunny. Draagt ze kleren? Nog steeds. Van een horrorgame? Nog steeds. Is het speelgoed? Ja? Dat is een beetje het ding met Mommy Longlegs. Van Huggy Wuggy, Poppy Playtime, Catby en al de anderen weten we dat het echt speelgoed is. Maar er zijn een hoop mensen die zeggen Mommy Longlegs niet. Ze is juist de maker van het speelgoed. Heeft ze rood haar? Nee. Kan ze veranderen in een dier? Gelukkig niet. Heeft haar naam iets te maken met spinnen? Mommy Longlegs. Volgens mij is de Longlegs een daadwerkelijk spinnensoort. Dus ja. Heeft ze te maken met de kleur roze? Ja, normaal wel, maar nu dus niet. Draagt je karakter een hoed? Nee. De gele Mommy Longlegs. Wat?
Het is letterlijk Mommy Longlegs zoals we haar kennen, alleen dan geel. Ze ziet er nu aardiger uit. Ben ik de enige die dat vindt? Waarschijnlijk omdat we het zo gewend zijn dat de roze Mommy Longlegs vreselijk is. Lijkt dit al snel beter. Maar misschien is dat het niet. We gaan er hopelijk niet achter komen. Ik wil op zoek gaan naar mijn Roblox-karakter. Mijn Roblox-karakter heeft een aantal uiterlijke kenmerken die heel aanwezig zijn. Hij heeft een meloenhanenkam. Hij heeft een reptielgezicht. En hij heeft een jas van meloen. Want meloen is... Is je karakter blauw? Nee. Oh ja, en hij is groen. Misschien wel belangrijk om even te zeggen. Is je karakter groen? Ja dus. Te maken met Roblox? Absoluut. Is die paars? Nee, want hij was groen. Is het een kloon? Nee, het is geen kloon. Heeft je karakter een groen hoofd? Hij heeft een groen hoofd. Hij denkt aan groen van Rainbow Friends. Nee, dat is een belediging. Ik ben geen groen van Rainbow Friends. Heeft je karakter een dierenhoofd? Nou ja, ik heb een reptiel gezicht, maar ik heb geen dierenhoofd. Is het een meisje? Nee. Is het een robot? Nee. Is het speelgoed ook niet? Is het van een horrorgame? Nou ja, ik kan een horrorgame spelen, maar daar hoort mijn karakter niet. Dus nee. Te maken met mijn Minecraft, het is Roblox. Heeft je karakter haar? Hij heeft een meloenhanenkam, dat is haar. Heeft je karakter een groene huid? Ja. Is je karakter klein? Ja, dat ligt eraan. Wat vind jij klein? Weet ik niet. Is die van een game? Ja. Is het een dier? Nee. Is die slecht? Nou ja, ik weet toevallig dat mijn karakter wel eens een keer heeft vals gespeeld, weet je. En dan zeg ik van niet doen, maar hij doet het toch. Oké, je hebt gelijk, ik bestuur hem. Maar nee, hij is niet slecht. Draagt die kleren? Natuurlijk. Bestuur jij je karakter? Ja. Heeft je karakter te maken met de ruimte? Nee. Ruimtewatermeloen? Kan je karakter springen? Kan. Komt hij voor in Mario games? Het is geen Luigi. Heeft hij groen haar? Nee. Of tenminste, nee, watermeloen is eerder rood. Heeft hij te maken met Slender? Ach, nee joh, weg. Heeft hij oren? Nou ja, je hebt wel Roblox-karakters met oren. Ziet er creepy uit. Maar mijne heeft dat niet. Is hij geel? Hij was groen. Speelt je karakter Roblox? Oké, dit is volgens mij de beslissende vraag. Ja... Let's go! We hebben mij gevonden, maar dan niet per se mij. Want dit ben ik natuurlijk niet het echt. Maar wel in Roblox. Oh, dat is gaaf. Dat is cool. Zie je wat ik bedoel? Ik heb eens een keer aan elke Rainbow Friend tegelijk gedacht. En Akinator, die kon dat raden. Maar wat nou als ik aan al het Poppy Playtime speelgoed tegelijk denk? In ieder geval, Huggy Buggy, Kissy Missy, Mommy Longlegs, Poppy Playtime. En misschien Daddy Longlegs. Is die blauw? Huggy is blauw. Is het een vogel? Het zijn allemaal geen vogels. Te maken met Roblox, niet per se. Dragen ze een hoed? Daddy Longlegs draagt altijd een hoed. Te maken met spinnen. Mommy Longlegs. Is je karakter rijk? Ik denk niet dat Huggy Wuggy rijk is. En zowel zou hij waarschijnlijk al zijn geld opeten. Dus nee. Is hij van een horrorgame? Ze zijn allemaal van een horrorgame. Heeft hij blauwe benen? Daddy Longlegs en Huggy Wuggy dus ja. Hebben ze een tweelingzus? Dat is een interessante. Er gaan dus verhalen dat Mommy Longlegs een tweelingzus heeft. Ja, maar Job. Waarom heb ik die dan nooit gezien? Omdat volgens die verhalen haar tweelingzus wel aardig is. En dus niets te maken wil hebben met alles wat Mommy Longlegs doet. Ik zei eerder in deze video al dat ik op zoek wil gaan naar de familie van Akinator, zijn broer. Misschien kunnen we in de volgende video ook de zus van Mommy Longlegs zoeken. Laat weten of ik dat moet doen. Maar heeft ze een zus, een tweelingzus? Ja dus. Draagt je karakter een hoed? Daddy Longlegs. Een zonnebril? Poppy draagt geen zonnebril, Huggy Wuggy niet, Mommy Longlegs niet. Nee. Te maken met Five Nights at Freddy's ook niet. Al moet ik zeggen, er is wel een Five Nights at Freddy's mod waarbij alle Poppy Playtime karakters in dat spel zitten. Wat ik vreselijk vind. Draagt je karakter een rood pak? Mommy Longlegs haar kleding is donkerrol, soort van, dus nee. Oh my gosh, Huggy Longlegs Missy Playtime. Oké, dus Huggy van Huggy Buggy, Longlegs van Mommy en Daddy Longlegs, Missy van Kissy Missy en Playtime van Poppy Playtime. Doe het, haal het weg. Abonneer voor meer en adios.